Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Ik had deze week niet zo heel veel inspiratie. En toen had ik even een tweet eruit gegooid naar jullie van... Goh, zeg ik het weer? Dat is echt een stopwoordje. Het is zo vervelend. Ik merkte het eigenlijk pas toen ik die video van vorige week nog een keertje keek. Dat ik echt constant goh zei. Jullie merkten het ook, zag ik. Ik ga echt proberen om het eruit te halen, want het is bloedje irritant. Maar ik had dus een tweet eruit gegooid van... Jeetje, wat voor soort video zouden jullie nou graag willen zien op mijn kanaal? Toen zei ongeveer iedereen, ja, een achtergesloten deuren video. Maar ik kon het gewoon serieus echt even niet opbrengen dit weekend om die afleveringen te gaan kijken en zo. Die video komt er ooit nog wel een keer aan binnenkort, maar even niet deze keer. Gelukkig was er ook nog iemand anders die zei van, goh, die zei van, joh, maak anders even een video over 7 type soorten mensen op WhatsApp. En toen dacht ik, ja, dat vind ik nou echt een goed idee. Toen ging ik dat dus een beetje bedenken en zo. En toen kwam ik erachter dat dit voor mij een hele confronterende video is. Want ik ben echt de verschrikkelijkste persoon ever op WhatsApp. Ik heb echt een beetje een WhatsApp-stoornis. Dus ik kwam mezelf wel een beetje tegen bij het maken van deze video. Maar jongens, het gaat nu niet over mij, maar over de 7 types die je tegenkomt op WhatsApp. Iemand die je bijvoorbeeld tegen kunt komen op WhatsApp is degene die echt gewoon een probleem heeft met zijn duimen. Die gewoon echt niet kan typen. Dit is zeg maar de persoon waarvan je op woensdagmorgen om 11 uur afvraagt of die gewoon nog dronken is. Want wat er uit deze persoon komt is gewoon niet te plaatsen. Om het nog erger te maken heb je eigenlijk ook nooit helemaal zeker of je zeg maar een gesprek hebt met deze persoon zelf. Of met de autocorrect van deze persoon. Deze persoon kan zo niet typen. Dat zijn autocorrect er gewoon een heel ander verhaal van maakt. En dat je gewoon eigenlijk alsnog niet weet wat er nou gezegd wordt. Wat er uiteindelijk gewoon in resulteert dat jouw gesprek met deze persoon grotendeels die persoon zelf is. Die zichzelf gewoon aan het verbeteren is. Nog iemand die je tegen kan komen is de persoon die op jouw WhatsAppje reageert door je terug te bellen. En dan zegt hij iets van, goh ja, ik bel je wel eventjes. Dat ik denk, nee, je belt me niet eventjes. Als ik met je had willen bellen, dan had ik je wel gebeld. Maar ik wil niet met je bellen, want ik haat bellen. Ook al heb ik je 1 seconde geleden een bericht gestuurd, ik ben alsnog te druk om op te nemen. Ik zorg wel dat ik te druk ben om op te nemen. Ik moet altijd gewoon eerst even mezelf mentaal voorbereiden als ik ga bellen. En dat kan niet als iemand ineens zegt, ik bel je even. Dan heb ik daar gewoon geen tijd voor. En dan ontstaat er gewoon een beetje kortsluiting. Nog iemand die je tegen kunt komen is die persoon die echt hele verhalen vertelt. Maar echt gewoon hele verhalen. En dan voornamelijk over zichzelf. Dat je bij jezelf denkt, goh, stuur je me nu alvast de eerste 6 hoofdstukken van het boek wat je over jezelf aan het schrijven bent? Of wil je ook daadwerkelijk echt iets tegen mij vertellen? Nog zo'n persoon, die is echt stront irritant, is de persoon die nooit reageert in het groepsgesprek. Dat ik denk, ja, waarom denk je dat dit een fucking groepsgesprek heet? Zodat we met z'n allen in een groep een gesprek kunnen voeren. Waarom is er dan altijd 1 persoon die vindt dat hij daar niet hoeft te reageren? Ga dan lekker een groep in je eentje beginnen en dan kan je lekker jezelf negeren. En dan wel zeggen als je elkaar het echt ziet, ja, ik was in het groepsgesprek. Dat je echt gewoon bij jezelf denkt van, wie ben jij? Als je niet wil praten in het groepsgesprek, ga dan weg. Je hebt ook altijd die persoon die echt bijzonder veel WhatsAppjes achter elkaar stuurt. Dat je telefoon ook gewoon echt klinkt alsof er een soort van natuurramp gaande is. Alsof diegene gewoon aan het doodgaan is. Alsof je bijna bij jezelf denkt, zal ik eerst het alarmnummer bellen en dan lezen wat er geschreven is. Of eerst kijken of deze persoon überhaupt wel aan het afsterven is. Want ja, je weet het maar nooit. Want 3 van de 4 keer gaat het over iets totaal onbenulligs. Nog iemand die je tegenkomt op WhatsApp is een hele vervelende. Is de persoon die zeg maar jou appt of jij appt diegene. En dan verdwijnt hij ineens 3 maanden van aardbodem. En dit is een beetje een gevoelig puntje, want ik maak mezelf hier echt gigantisch schuldig aan. Maar het is gewoon een beetje dat je dan gewoon een beetje aan het WhatsAppen bent en een beetje aan het leven. En dan gebeurt er ineens een hele hoop dingen en dan ben je ineens 2 weken verder en heb je nog niet gereageerd. Zo ervaar ik dat dan. Bij dat soort mensen moet je gewoon altijd even een reminder sturen van, yo, leef je nog? Vaak is dat wel het geval. Ik weet ook zeker dat ik veel beter op mijn plek zou zijn geweest. In de tijd dat er gewoon nog postduiven en rooksignalen verstuurd werden. Ik kan daar wel in meegaan. Dat hoeft allemaal niet zo snel. Maar ja, WhatsApp is allemaal een beetje too much voor mij. Er komt ook een beetje kortsluiting en dan ja, lukt het allemaal gewoon even niet. Nog een persoon die je tegen kunt komen op WhatsApp is de persoon die echt perfect Nederlands typt. Dus met goede interpunctie en goede grammaticale zinnen. En ik vind dat echt top, want ik heb echt een soort van... fetish voor mensen die gewoon normaal Nederlands kunnen typen. Ik vind dat zo fijn als iemand gewoon echt netjes typt en gewoon, ah, ik word er echt blij van. Het is echt een beetje een geval dat je praat Nederlands met me, maar ik vind het echt chill als iemand gewoon goed Nederlands typt. Nou jongens, dat was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat me in de reacties eventjes weten welke persoon ik nog gemist heb en in welke persoon jij het meest herkent. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Ik wil jullie ook echt ontzettend bedanken voor de 140.000 abonnees. Het gaat echt super snel en ik ben echt blij gewoon. Ik vind het echt heel tof. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende week maandag. Adieu!